Hoi, vandaag ga ik in het kort het bloedgroependieet bespreken. En ik begin met in het kort beschrijven waar dit op gebaseerd is. En dat de basis hiervan gebruik ik uit het artikel van Dr. Dademo Peter, Eat Right for Your Blood Type. Zijn familie, zijn vader en hij zelf hebben een heel onderzoek gedaan. Nou ja, we weten natuurlijk dat we met vier verschillende bloedgroepen aanwezig zijn, zeg maar, als mens. En dat niet iedere bloedgroep zomaar zijn bloed uit kan wisselen. En als we van bepaalde andere bloedtypes het bloed ontvangen, geeft dat een samenklontering in het bloed. Dus niet iedereen kan zomaar bloedtransfusies uitwisselen. Dat is niet passend. En dat is gebaseerd op een antigeen-antilichaamwerking. Dus je hebt de antigeen, dat is het lichaamsvreemde stof. Die komt je lichaam binnen en je lichaam gaat als reactie erop antigenen op aanmaken. Om natuurlijk de functies van het lichaam daartegen te beschermen. En in deze reactie ontstaat een samenklontering. Of in deze actie zou je ook kunnen zeggen, ontstaat een samenklontering. Om hetgeen het lichaam binnenkomt als lichaamsvreemd, om dat onschadelijk te maken. En een soort, in een soort klontertje apart te zetten, zou je kunnen zeggen. En zij hebben langzamerhand uitgevonden of. Ja, zijn erachter gekomen dat voeding, alle voedingsmiddelen die hebben altijd lectines in zich. Dat zijn zeer gevarieerde eiwitstructuren. En verschillende eiwitstructuren kunnen voor verschillende bloedtypes eenzelfde soort reactie geven. Dus bijvoorbeeld. Een bepaalde bloedgroep, zeg een bloedgroep A, die eet iets wat een product wat lectines bevat, wat voor bloedgroep A eigenlijk niet passend is, wat het lichaam dus eigenlijk als lichaamsvreemd herkent, gaat het lichaam een antilichaam produceren en een kleine samenklontering maken. Waardoor het niet goed verteerd kan worden. En dat ergens in het lichaam gaat het zich dat opslaan. En dat kan dan bijvoorbeeld een verbindweefseling geven in de lever, levercirrose. Of het kan een verkramping in de darm geven. Of het kan de bloedtoevoer bijvoorbeeld in de nieren. Belemmeren, omdat er ergens, nou ja, specifiek een samenklontering gaat plaatsvinden. En stel je dan voor dat we dat elke dag zouden eten, eigenlijk een product wat niet passend is voor onze bloedgroep, dan moet het lichaam dus heel hard werken om steeds maar bezig te zijn met het onschadelijk maken van zo'n lectine die eigenlijk niet goed kan verteren. Dus die gaat hij ergens opslaan. In plaats van dat het lichaam bezig kan zijn met het omzetten van de voedingsstoffen die hij nodig heeft, van de proteïne, om het lichaam de nodige lichamelijke energie te geven om de functies goed te kunnen uitvoeren en om ons gewoon te kunnen laten bewegen. Dat is heel in het kort waar het op gebaseerd is. De lectines kunnen ook nog meer aan de oppervlakte een reactie geven, waardoor er meerdere witte bloedlichaampjes worden geproduceerd. Nou, voor een zeer uitgebreide beschrijving raad ik aan om wat documenten gaan lezen. Wat is mijn ervaring tot nu toe met het bloedgroependieet? Ik heb Zelf ben ik al, wat is het, ongeveer 25 jaar bezig met voeding en dan zoeken wat de
passende voeding is voor mijn lichaam, omdat ik vrij veel darmklachten eigenlijk het grootste deel van mijn leven heb, meer als een verkramping en wat vertraging. Dat is het meeste speelt zich af in de darmen, wat eigenlijk een grote invloed heeft op het hele welbevinden en ook op het hele, ja, ook op het hele functioneren van het fysiek. Het is een beetje de basis van het hele fysiek waar de vertering plaatsvindt. En dat heb ik met allerlei manieren, ben ik die voeding gaan onderzoeken voor mezelf, gaan testen, ja, gaan eten, wat verteer ik goed, wat niet, ook wat past bij me, wat vind ik lekker, met verschillende testen. Nou ja, daar zal ik in de loop van deze serie ook nog meer op terugkomen. Tot ik zo min of meer tot een passend voedingspatroon kom. En het bloedgroependieet was me wel vaker ter oren gekomen, maar ik had het nooit werkelijk onderzocht, omdat ik al op zoveel andere manieren mijn voeding had onderzocht en tot een vrij passend dieet was gekomen, om het maar zo te zeggen. En op een gegeven moment, een paar jaar geleden, ben ik dat toch wat meer gaan onderzoeken. Het kwam weer naar voren, ook om het toch als basisdieet eens te bekijken. En daar zag ik dat ik grotendeels de voeding tot me nam die past bij bloedgroep A. Ik ben ook bloedgroep A. En tot aan zeer specifieke details waar ik langzaam achter kwam wat wel passend en wat niet passend was. En ook een aantal dingen die ik zeg maar wel vanuit kinds af aan al wel at, waar ik dan niet zo heel veel rekening mee had gehouden. Dat was bijvoorbeeld een bepaalde groentes zoals tomaat, wat ik wel vaak at, meer omdat ik dat een lekker vond vroeger. En ook meer dan vanuit de gedachte dat ik dat dan lekker vond en gewoon moest kunnen eten omdat het een groente was, om maar iets te zeggen. Dat ik zoiets had van, nou, alle groentes moet ik toch wel grotendeels kunnen eten. Dus ik had grotendeels via andere allerlei zelfonderzoek en onderzoek, was ik tot voeding gekomen wat heel erg lijkt op een type dieet wat past bij bloedgroep A, wat mij het beste beviel, wat dus eigenlijk gewoon mijn bloedgroep is. Dus dat vond ik heel treffend om te zien. En tevens ben ik een aantal producten, zoals bijvoorbeeld die tomaat, ben ik mee gaan stoppen. Als aanvulling toch op het dieet wat ik al wel deed. En waarin ik merkte dat, wat ik nog wel eens had, was dat ik het niet goed in de maag kon verteren. Er kwam wat maagzuur omhoog, maar bloedgroep A staat dan onbekend dat het komt doordat er te weinig maagzuur is. En dat was inderdaad vaak bijvoorbeeld bij het eten van tomaat, wat ik niet direct gelinkt had. Maar toen ik die aantal laatste producten er wel uit ging halen, is dat vrijwel weggetrokken. Dus dat ik echt last van maagzuur of te weinig maagzuur wat zich uit in oprispingen. Dat die symptomen niet meer naar voren komen. Wat voor mij de hele spijsvertering weer een stapje verder, zeg maar, in zijn geheel ondersteunt. Want dat die vertering begint in de maag. Verder moet ik zeggen dat ik ook een aantal dingen dan net op de lange duur wat minder strikt heb gevolgd. Dus dat is wel iets wat ik weer wat meer erin wil gaan brengen. Om te kijken of dat toch, ja, want op de lange duur, zeg maar, de verkrampingen en helemaal kan ondersteunen om dat te stoppen in mijn lichaam. En ik ben het ook met anderen wat meer gaan bespreken hier en daar. Met bijvoorbeeld therapeuten die al jarenlang onderzoeken doen en andere methodes hebben. Waarbij de een zegt, ja, geweldig. En waarbij de andere zegt, ja, ik kom daar niet echt verder mee met het bloedgroependieet. En ook voor het therapeuten, mensen die echt tientallen jaren al onderzoek doen en echt goede resultaten hebben wat betreft voeding en voedingssuppletie ter ondersteuning van het fysiek van verschillende mensen. Dus dat vind ik dan een interessant gegeven, waarom die dan niet
met dat bloedgroependieet kunnen of zullen werken of hoeven of ja, of willen werken of het niet nodig vinden. En waar dat dan in zit. En dat onderzoek loopt eigenlijk nog steeds. Wat ik zelf ook merk, is dat hierin, wat diegene ook aangaf, is dat de opvoeding en wat je gewend bent vanaf kinds af aan om te eten, ook wel echt een aanpassing van het lichaam geeft, waarin je kans hebt dat je dat gewoon wel goed kunt verteren, omdat je dat zo geleerd hebt. Dat is ook weer niet een één op één. Het kan ook zijn dat je toch steeds iets eet wat prikkelend is. Het kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld aardappels, als ik dat af en toe eet, is dat eigenlijk prima, terwijl het niet bij bloedgroep A past. Maar in principe ben ik opgegroeid met aardappels eten en ja, voor nou heel veel. Het is niet zo dat ik elke dag een aardappels moet gaan eten, maar ja, waarschijnlijk kan ik dat dan toch voldoende verteren, omdat mijn lichaam dat zo gewend is al van kinds af aan. Dus er zitten meerdere factoren spelen een rol in het bloedgroependieet. En dat is ook belangrijk om dat steeds voor jezelf opnieuw te onderzoeken. En dan natuurlijk wel in zelfoprechtheid. Dat je echt kijkt, ja, die aardappels, hebben die nou wel of niet invloed? Want zoals ik zei, met tomaten eet ik ook vanaf vroeger en daar bleek ik toch wel meer reactie op te hebben. Dus ja, dus echt kijken voor jezelf en gaan testen wat dan wel af en toe kan en wat je beter niet kunt doen. Dan merk ik ook dat je als je lichaam bijvoorbeeld in een bepaalde toestand is gekomen, waarin er aandoeningen zijn gemanifesteerd, heb je ook kans dat je op dat moment andere voeding tot je neemt om eerst je lichaam te ondersteunen in het herstel van hetgeen helemaal uit balans is geraakt. En dat kan net wat anders zijn dan je uiteindelijk eet dat je precies bij je bloedgroep past. Dus dat je een periode waarin je bijvoorbeeld een bepaald punt doorwandelt, dan wel fysiek, dan wel in de geest, dat je dan toch andere voeding neemt die daarin ondersteunt. En dat vond ik dan wel weer passend bij tomaten, als we daar een heel ander aspect van nemen, van welke bijvoorbeeld emotionele toestand dat dan. Hebben we het over een energetische eigenschap van een voeding, een kwaliteit, dat het bijvoorbeeld meer extravert maakt die eigenschap. Zo van je mag je wel wat meer uiten. En waardoor ik misschien altijd neig naar tomaten eten om mezelf te ondersteunen, om dat wat meer, om dat die kwaliteit wat meer in mezelf te brengen. Als oplossing op dat moment. Er zijn natuurlijk veel meer manieren om dat te doen, maar ja, dat ik dan net dat daarbij pak om dat toch op die manier voor mekaar te krijgen, al dan niet met voldoende resultaat. Of dat ik zo verzwakt ben op een bepaald moment dat ik misschien net een voedingsmiddel pak wat rijker aan eiwitten is. Terwijl bijvoorbeeld een bloedgroep A eigenlijk geen eiwitrijk dieet nodig heeft. Maar omdat mijn lichaam echt moet herstellen op dat moment en ik niet heel veel tot me kan nemen, pak ik een wat eiwitrijker voeding. Wat trouwens overigens dan wel een eiwitshake bijvoorbeeld inhoudt. Een wei-eiwit wat ik goed kan verteren. Of een stukje vis in plaats van vlees wat minder goed gaat. Ik zie dat de tijd vol is van wat ik aan filmpjes op YouTube wil zetten. Dus ik ga het hierbij laten. En ik zal het in het volgende filmpje gaan afronden. Het document weet ik niet of ik dat zomaar op internet kan plaatsen. Dus ik zet hieronder mijn e-mailadres, mijnlijfmijnleven@gmail.com. Als je mij een mailtje stuurt, kun je het document aanvragen. Dan stuur ik het je gratis toe. Dankjewel, tot de volgende keer.